Goeiedag, mijn naam is Christa Grozemans. Ik ben coördinator van een aantal graduaatopleidingen binnen het gebied van de elektromechanica, waaronder ook deze graduaat in de HVAC-systeem. En HVAC staat voor Heating, Ventilation en Air Conditioning. Nu, willen jullie na dit filmpje nog meer informatie? Neem dan zeker contact met mij op. Jullie vinden mijn mailadres onderaan deze slide. Kom ook zeker naar de infodagen. En alle informatie over de infodagen vind je op onze website. Graduaat in de HVAC-systemen is een tweejarige dagopleiding. Oorspronkelijk waren er twee afstudeerrichtingen. Wij bieden enkel de afstudeerrichting Klimatisatiesystemen aan. Het is een erg praktische opleiding, waarbij dat er 1/3 van de opleiding doorgaat onder de vorm van werkplekleren. Met andere woorden, heel concreet, 1/3 van de opleiding gaat doorgaan in het werkveld. Ja, een overzicht van wat we allemaal gaan bespreken. We gaan het in eerste instantie hebben over de jaarplanning. Hoe zit ons academisch jaar in elkaar? Het opleidingsprogramma, de verschillende vakken, met andere woorden die gegeven worden. De werkvormen en evaluatievormen. Het zal hier toch wel anders eraan toegaan dan aan de universiteit bijvoorbeeld. Het werkplekleren zelf, dermate belangrijk om er toch een apart punt van te maken. Ook de begeleiding tijdens het werkplekleren en dan uiteindelijk de werkplekken. Hoe zit het met die werkplekken? Hebben wij werkplekken? Kan je die zelf aanbrengen? Hoe gaat dat dan in zijn werk? En zo verder. De jaarplanning of de academische planning. Jullie zien hier een aantal kleurtjes. Waar staan de groene kleuren voor? Wat? Dat zijn allemaal lesweken. Nu, voor ik daaraan begin, misschien best deze opmerking. Ik ga het pennetje erbij halen. Ons academiejaar start in 2021 op 21 september. Nu, traditioneel start ons academiejaar de derde maandag van september en om 2021 is dat dus de 21ste september. Die OJ1 die je hier beneden ziet links staat voor opleidingsjaar 1 en OJ2 staat voor opleidingsjaar 2. De groene vakken zijn de lesweken. Lesweken waarin lesgegeven wordt uiteraard gecombineerd soms met weinig werkplekleren, maar naarmate de opleiding vordert, wordt dat meer en meer werkplekleren. Dus groen is les gecombineerd met werkplekleren. De grijze vakken zijn weken waarin we verlof hebben. Dus verlofweken. De gele vakken zijn lesvrije weken. Dus tussen semester 1 en semester 2 is er een lesvrije week. Dus die valt na de examenperiode. Dat is goed voor de studenten om even op adem te komen en ook voor de lectoren om het tweede semester goed voorbereid te krijgen. De rode weken zijn examenweken, examenperiodes. Belangrijk is dat je hier ziet in het eerste opleidingsjaar dat er een examenperiode is. Ongeveer de tweede week is dat altijd na de herfstvakantie. In die examenperiode is er een examen voor deze opleiding HVAC-systemen voor het vak Basis Elektriciteit 1. Voor al onze graduaatsopleidingen is deze examenweek erg belangrijk. Waarom? Of erg nuttig? Omdat onze studenten het toch wel moeilijk hebben komende van het secundair onderwijs. En om die overgang wat minder hard te maken, hebben we ervoor gezorgd dat er halverwege het eerste semester al een examenweek is. Op die manier wordt de student toch een beetje meer gepusht om ook te studeren en om de dingen niet te laten liggen. Het maakt de overgang wat zachter naar het hoger onderwijs. Nu, als er één examenweek is halverwege dat eerste semester, ja, dan heeft het natuurlijk wel als gevolg dat er een examenweek minder is op het einde van dat eerste semester. Er zijn dan ook wel minder vakken te doen. Oké, in dat tweede opleidingsjaar is die ene examenweek er niet meer. Halverwege eerste semester is dan ook niet meer nodig. En dan heb je dus gewoon op het einde van het eerste semester 3 examenweken. Ook het examen zelf op het einde van het tweede jaar ligt wat anders. Daar zijn dan op het einde van het tweede jaar nog minder opleidingsonderdelen te doen, omdat er heel veel werkplekleren mee gemoeid is. 1 examenweek is dan voldoende en dan voorzien wat meer tijd voor het verdedigen van de graduaatsproef. Helemaal op het einde zie je die blauwe vakjes met een D. Dat is de deliberatieweek, dan wordt er geen les gegeven, is er geen examen, maar wordt er gekeken uiteraard welke student er geslaagd is, welke niet geslaagd is en welke herexamens er eventueel nog moeten gedaan worden. Dat grote stuk hier beneden is gewoon het stuk hier van boven dat ik heb proberen uit te lichten, dat eerste gedeelte van het eerste semester, om het gewoon een beetje groter te maken en wat duidelijker te maken. Dat is de jaarplanning.
Het opleidingsprogramma dan van jaar 1. Er zijn een aantal elektrische vakken die aan bod komen. En er zijn wat mechanische vakken die aan bod komen. Elektrische installaties is zo'n elektrisch vak. Ook basis elektriciteit 1 en 2. En ook de elektrische machines. Qua mechanica bijvoorbeeld de mechanische machines. Pompen, ventilatoren, compressoren. En dan komt er ook al wel wat van verwarming kijken. We hebben ook HVAC-sturingen. Sturingen. Wat in de praktijk wel gaat overgebracht worden naar semester 2. En verwarming residentieel gaat overgebracht worden naar semester 1. Dat was bij het uitgeven van deze tabellen nog niet gedaan, nu ondertussen wel. Dus verwarming residentieel komt in het eerste semester te liggen. Schema-analyse gaat over pneumatische hydraulische schema's. Dus echt wel schema's die gerelateerd zijn ook aan ventilatie, verwarming. Het leren lezen van de schema's, van de verschillende symbolen die erin voorkomen. Installatietechnieken, een erg praktisch vak. Montage van gasinstallaties zit er ook in. En dan hebben we natuurlijk ook nog het werkplek leren deel 1 en werkplek leren deel 2. Wat eigenlijk verder door in deze presentatie nog toegelicht wordt. Ja, het opleidingsprogramma van het tweede jaar, zoals ik al zei, kan dus alleen de afstudeerrichting klimatisatiesystemen gekozen worden. Wel, in dat tweede jaar wordt natuurlijk alles uitgebreid. Hè. Dus zowel heating, ventilation als airconditioning moet gezien worden, residentieel en niet-residentieel. Dus er is best wel werk aan de winkel. In semester 4 komen er zo'n paar traditionele opleidingsonderdelen nog aan bod die in alle graduaatsopleidingen zitten. Professionele identiteit is een opleidingsonderdeel waarbij de student de attitude moet kweken om levenslang te leren. Dat opleidingsonderdeel loopt doorheen de ganse opleiding. Het begint eigenlijk al in het eerste jaar dus. De student krijgt dan de kans om een aantal workshops te volgen. Je moet zelf het initiatief nemen, hè, zelf workshops volgen, misschien een kleine opleiding over Excel, Word, over andere dingen die gaan over heating, ventilation of airconditioning. Gewoon een uitbreiding bijvoorbeeld van zijn leerstof. Op het einde van de opleiding moet hij dan een aantal uren verzameld hebben om te kunnen slagen voor dat opleidingsonderdeel. De graduaatsproef zit als volgt in elkaar. Student krijgt een grondplan van een bestaande woning waar bijvoorbeeld alleen maar verwarming in voorzien is en waarbij hij gaat moeten kijken hoe kunnen we daar nu die verwarming vernieuwen, ventilatie integreren, koeling integreren. Wat moet er allemaal gedaan worden om in die bestaande woning een zodanige renovatie te doen dat verwarming, ventilatie en of koeling allemaal goed aan bod komt. Ook of het mogelijk is, hè. Misschien is het ook niet allemaal mogelijk of zou het te duur zijn. Ook dat moet allemaal bekeken worden, maar het moet niet praktisch uitgevoerd worden. Dus de graduaatsproef blijft een theoretische proef, waarbij dat er wel van alles moet onderzocht worden met methodes die we wel aanreiken, maar het moet dus niet echt praktisch uitgevoerd worden. Graduaatsproef is dus ook maar een opleidingsonderdeel van 4 studiepunten. De verschillende werkvormen die gehanteerd worden en ook de evaluatievormen, daar geeft TZD een overzicht van. Ik ga even de folder rechts beneden wegdoen, zodat jullie de ganse tekst te zien krijgen. Voilà. De werkvormen, het is niet zoals in een universiteit, laat dat duidelijk zijn. Het is niet zo dat we een heel grote aula hebben waar 100 man in zit. De lector staat van voor, vertelt zijn verhaal en vertrekt opnieuw. Zo is het niet in de graduatieopleidingen. Dus we proberen werkvormen te hanteren die afwisselend zijn, sowieso al. En waarbij dat we de student kunnen activeren. Zoals een practicum, dus eigenlijk een laboles bijvoorbeeld voor labo-elektriciteit. Dus dat is al zo'n mooi voorbeeldje. Of ook echte praktijklessen zoals installatietechnieken, waarbij dat echt ons gebouw gebruikt wordt om dingen in te installeren. Activerend hoorcollege, dus gewone lessen geven, wordt er echt ook nog wel gedaan. We proberen de studenten er wel bij te betrekken. Ik ga even naar beneden. De groepsupervisie komt aan bod tijdens werkplek leren. Bij werkplek leren komen de studenten één keer om de 14 dagen of één keer per week een uurtje samen nog, onder begeleiding van de lector, om te kijken ja, of om een aantal onderwerpen aan te snijden over de werkplek leren. Bijvoorbeeld veiligheid. Hoe gaat het er aan toe in bedrijf A en bedrijf B? Is het overal even veilig werken? Hoe zit het ook met de leidinggevenden? Welk soort baas zijn ze? Welk types van de leidinggevenden?
Ook voor de student zelf. Dus we gaan ook op de student zelf dieper in, op de communicatie. De student moet leren communiceren. Dat doen we tijdens die groepsupervisies. Ook reflecteren over zichzelf en zo verder. Zijn sterktes, zijn zwaktes. Hoe komen die aan bod nu op de werkplek? Spelen ze in zijn voordeel? Spelen ze in zijn nadeel? Hoe kan er iets aan gedaan worden? Portfolio, een werkvorm die ook gebruikt wordt tijdens het werkplek leren. Er zijn een aantal opdrachten die moeten uitgevoerd worden. En we gaan die allemaal verzamelen in een portfolio. Vroeger was het dan een dikke map, hè, waar alles in afgedrukt werd, ingestoken werd. En nu is dat allemaal digitaal. De student opent een portfolio in het begin van de opleiding. En plaatst daar eigenlijk alle relevante opdrachten in doorheen de ganse opleiding. Dat voor de werkvormen, evaluatievormen, ook een mooie waaier aan evaluatievormen, sowieso tussentijdse evaluaties, waarbij dat we kunnen zien of de student vorderingen maakt en ook waardoor de student gedwongen wordt om de dingen toch wel bij te houden. De student kan daar ook al punten gaan verzamelen, want niet al de punten staan op het einde, op het eindexamen, zo is het niet. Dus tussentijds kunnen er ook punten verzameld worden. De student heeft er alle belang bij om dat te doen natuurlijk. Hè. Ja, de gesloten boekexamens is een beetje het traditionele, kan schriftelijk en mondeling. Permanente evaluatie gebeurt ook doorheen het semester. Bijvoorbeeld ook voor installatietechnieken. Daar kunnen we dan ook wel weer een vaardigheidstoets inzetten. En dan de evaluatiegesprekken, ja, waar het fotootje nu weer staat, evaluatiegesprekken op de werkplek. Daar kom ik straks nog op terug tijdens het werkplek leren. Is er dus toch wel een begeleiding voorzien, waarbij het sluitstuk dan wel altijd is het evaluatiegesprek op de werkplek. En de presentatie is een onderdeel van de graduatieproef. Zoals ik daar straks zei, moet dus die student zijn graduatieproef gaan presenteren voor een jury. Werkplek leren zelf. Hier heb je een mooi overzicht waarbij wel nog de tweede afstudeerrichting er ook op staat. Zie ik nu dus VSA was de afkorting van de tweede afstudeerrichting, verwarmingssanitair. Maar dat kunnen we even buiten beschouwing laten. We gaan even zien hoe het werkplek leren zich opbouwt doorheen de opleiding. We hebben 4 semesters, want het is een dagopleiding van 2 jaar en elk jaar telt 2 semesters. In het begin gaat de student gewoon kennis maken met verschillende bedrijven. In het eerste semester gaan we de student niet naar het bedrijf laten gaan. We houden de student bij ons, maar we gaan dus begeleide bedrijfsbezoeken doen, gerichte bedrijfsbezoeken, zodat de student een beetje een keuze kan maken. Tijdens dat eerste semester gaan we de student ook begeleiden in zijn overgang naar het hoger onderwijs. Die overgang is best wel straf, als ik het met zo'n woord mag benoemen. En het zit eigenlijk in het volgende. Hè. In het secundair onderwijs ligt de verantwoordelijkheid voor een groot stuk nog bij de school. Als de student ziek is, hij draagt zijn papiertje binnen. De school handelt alles af. Worden er punten medegedeeld, dan is dat met een rapport. Ouders worden gecontacteerd en zo verder. In het hoger onderwijs is dat allemaal de verantwoordelijkheid van de student. Is de student ziek, dan moet hij zelf ervoor zorgen dat dat meegedeeld wordt in zijn eigen elektronische omgeving. Dus hij moet dat zelf ingeven. Hij moet ook het bewijs van de dokter ingeven. Als er punten gegeven worden op het einde van zo'n evaluatieperiode, dan gebeurt dat ook allemaal digitaal. Ook bijvoorbeeld het leren werken met Outlook. Dus de student moet professioneel gaan worden, moet dus ook een soort handtekening voorzien in zijn Outlook, in zijn mailprogramma. Moet leren werken met Blackboard, want daar gaan alle opdrachten in komen te staan. Dus we hebben gemerkt dat de overgang best zwaar is. En in dat eerste semester gaan we de student daarin begeleiden. Ook dat werkplek leren kunnen we daar dan goed voor gebruiken. Want voor die bedrijfsbezoeken moeten er taken gemaakt worden. Dus kunnen we Blackboard gebruiken, we kunnen daar mails in gebruiken. We gaan ook gaan nagaan hoe dat het nu zit met zo'n overeenkomst, met een contract. Want vanaf werkplek leren 2, dus vanaf semester 2, moet de student wel naar de werkplek gaan. Het contract moet in orde zijn. Wat staat daarin in zo'n contract? Wat staat er in een risicoanalyse? Want die gaat er ook moeten zijn. Dus dat soort dingen wordt tijdens semester 1 allemaal bekeken. Vanaf semester 2, zoals ik daarnet zei, gaat de student dan naar de werkplek. 2 dagen per week, nu. Dit schooljaar of dit academiejaar, sorry, was dat woensdag en de donderdag. We zullen zien of dat zo blijft. Met 2 dagen per week om al echt wel mee te helpen met het installeren van verwarming en ventilatie eventueel. Maar het blijft normaal gezien residentieel.
Dan is het eerste jaar al om en gaan we naar het tweede jaar, waarbij dat dan echt wel de student uiteindelijk moet gaan doorgroeien naar de beginnende beroepsbeoefenaar. Ik ga even het foto beneden weg doen, voilà. Tijdens semester 3 wordt opnieuw 2 dagen per week naar het bedrijf gegaan en worden echt wel taken uitgevoerd. Dus echt wel de taken van zo iemand die ventilatie, verwarming en airconditioning of koeling ook installeert. Echt wel dus het beroep leren wordt dan gedaan in semester 3. Gecombineerd met semester 4, waar het zich nog gaat uitbreiden en waar het de bedoeling is dat al die taken die in semester 3 uitgevoerd werden, dat die nu wel zelfstandig kunnen uitgevoerd worden. Ook samen met bijvoorbeeld de administratie die er bij de job komt kijken. Gaan kijken van oké, hoe zit het met het materiaal dat ik verbruikt heb, met het aantal uren dat ik bezig geweest ben. Dus dat soort dingen moet de student dan ook allemaal kunnen uiteindelijk op het einde van semester 4. Zoals je ziet onder het oranje vak van semester 4, gaat de student dan 3 dagen per week gemiddeld naar de werkplek. Waarom staat daar gemiddeld bij? Wel, in de praktijk gaan we dat gaan organiseren als een doorlopend stuk van 8 à 9 weken. Het werkveld had ons dat aangeraden en we kunnen daar ook in komen. Dus een aaneengesloten stuk. De begeleiding dan tijdens werkplek leren, een overzichtsfiguur. Ik ga even de pen erbij halen. En voilà. Je ziet hier het grote grijze vak. Dit vak stelt een periode voor van 14 weken. 14 lesweken waarover dat het werkplek leren gespreid is. Je ziet hier van boven 3 groene bollen. Met 3 gesprekken. We hebben het planningsgesprek in het begin van de sessie werkplek leren of in het begin van het semester. We hebben halverwege een functioneringsgesprek en op het einde een evaluatiegesprek. In het planningsgesprek, dat eerste, zitten de 3 partijen bij elkaar. De 3 partijen, dat is de student, dat is de leercoach van PXL en dat is de werkplekcoach, dus de coach op de werkplek. In dat eerste driehoeksgesprek wordt besproken van ja, wat moet er niet allemaal geleerd worden, welke competenties moeten aangeleerd worden en voor die verschillende competenties, waar moet de student dan zitten in zijn beheersing daarvan. Ja, zodat het voor alle partijen duidelijk is van oké, hier moet ik geraken of hier moet de student geraken op het einde van die 14 weken. En ook, ja, er zijn een aantal taken mee gemoeid, welke taken moeten er uitgevoerd worden en zo verder. Halverwege die periode komen de 3 partijen dan nog zeker eens een keer bij elkaar om te kijken hoe het nu voor het functioneringsgesprek, om te kijken hoe het allemaal loopt. Een gesprek dat echt ook wel in 2 richtingen gaat. Dus er wordt gekeken naar de student, hoe zijn de vorderingen, waar hebben ze met de competenties al aan gewerkt, wat is er misschien nog niet aan bod gekomen. Maar ook de student zelf kan aangeven, hè, van kijk, dit of dit loopt bij mij nog niet zo goed, of dit en dit loopt hier in het bedrijf voor mij nog niet zo goed. Het kan zijn dat de student ergens iets mist en dat hij zegt van kijk, in dit bedrijf ja, kan ik het niet geleerd krijgen. Dus dat is dat mooie aan het tweerichtingsverkeer, dat de student zelf ook de dingen kan en mag aangeven. Op het einde van de periode werkplek leren hebben we dan het evaluatiegesprek, ook weer dat driehoeksgesprek. Het gesprek zelf kan in 2 richtingen gaan, maar op het einde, als er punten moeten gegeven worden, als er echt moet geëvalueerd worden, dan zo gaat de student naar buiten en dan gaan de leercoach en de werkplekcoach samen vaststellen welke de punten zijn voor dat stuk van het werkplek leren. Hier beneden zie je dan nog de blauwe bollen. Ontwikkelingsgesprek staat daarbij. Dat zijn zo de kleine gesprekken die de student heeft regelmatig met zijn werkplekcoach op het einde van de dag. Laat ons zeggen, als ze in de camionet zitten om terug naar de werkplek te rijden of om terug naar huis te rijden, dat ze de dag eens een keer overlopen of dat ze de week overlopen. Eens een keer kijken van oké, wat ging goed, wat ging nog niet goed, waar gaan we nu de volgende week best aan werken, waar gaan we zeker op moeten letten en zo verder. Die ontwikkelingsgesprekken zijn heel erg nuttig. Student moet daar ook telkens wel een weerslag van maken. Dan uiteindelijk de verschillende werkplekken. Er zijn al heel wat bedrijven die met ons samenwerken. Nu, er zijn altijd nieuwe bedrijven waar we willen mee samenwerken en de student mag zelf ook een bedrijf aanbrengen. Als de student zegt van ik wil daar of daar gaan werken, wat doen we dan? Wel, dan voeren we een werkplekscan uit. Dat is een document waar het bedrijf kan, of
waar het bedrijf een overzicht vindt van wat er allemaal moet geleerd worden tijdens werkplek leren. En waarbij dat een bedrijf dan kan aanvinken wat bij hun wel en wat bij hun niet kan gebeuren. Het moet echt wel gebeuren, zo'n werkplek is ook echt wel nodig, zodat we kunnen zien wat dat er allemaal kan en wat bedrijven of niet. En dat we eventueel iets extra moeten voorzien in het geval dat er competenties zijn die daar niet kunnen bereikt worden. Voilà, dat was het voor graduaat HVSC-systemen. Jullie kunnen nog verder luisteren naar de rest natuurlijk. En anders graag tot op een infodag. Zeker tot ziens.